Verslagenheid en ongerustheid, dat zijn ook de gevoelens die in politieke middens overheersen na de aanslagen dinsdagochtend in Zaventem en Brussel. Waar ging het mis en hoe kunnen gelijkaardige aanslagen in de toekomst worden voorkomen? Joris van der Poorten zet enkele politieke reacties voor u op een rij. Naar aanleiding van de aanslagen in Zaventem en in Brussel had ik daarnet een gesprek met Matthias Diependalen van de N-VA. Ik praat met een partijgenoot van hem, Karel van Lauwe, ook van de N-VA, maar ook een Brusselaar. Dag meneer Van Lauwe, u bent Brusselaar. Bekijkt u dit nu door een iets wat andere bril? Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is in onze stad. Het is eigenlijk de zoveelste keer op enkele weken tijd, enkele maanden tijd, dat we geconfronteerd worden met eigenlijk zoveel ellende. Nu voelen we ook eigenlijk hoe de terreur zo dichtbij is. Het is eigenlijk echt wel midden in onze samenleving. Wij als stad zijn inderdaad getroffen. Natuurlijk stad, het land, ook heel Europa is getroffen. Natuurlijk in de eerste plaats is het een medeleven voor alle slachtoffers, de familieleden van de slachtoffers, maar eigenlijk is het ook opnieuw onze stad die getroffen is. Ja, welk antwoord kan de politiek nu bieden? Natuurlijk, het is vroeg om eigenlijk conclusies te trekken. We moeten eerst afwachten wat eigenlijk het onderzoek oplevert. We moeten inderdaad wel durven inzetten op preventie, zeker en vast via onderwijs, welzijn en andere bevoegdheden. Dat is ook de taak van de gemeenschap. U bent Vlaams parlementslid. Dat is inderdaad een van de taken van de Vlaamse gemeenschap, ook van de Franse gemeenschap hier in Brussel. We hebben vorig jaar ook reeds aanbevelingen geformuleerd, ook de Vlaamse regering met minister Homans hebben dus inderdaad een actieplan tegen radicalisering opgezet. We moeten dat eigenlijk inderdaad wel uitvoeren. Dat gaat over detectie, het waarnemen van de verschillende problemen, de deradicaliseringsprogramma's via justitiehuizen, maar ook inderdaad via in gevangenissen en dergelijke meer, maar ook de sensibilisering via onderwijs en dergelijke, daar moet ook op worden ingezet. Maar tegelijkertijd moet er ook in onze stad, in heel het land, ingezet worden op repressie. We kunnen natuurlijk niet voorbij gaan aan het feit dat dit zeer erge feiten zijn. Laat ons even afwachten wat uiteraard de resultaten zijn van het onderzoek. Maar er moet ingezet worden, zowel op preventie als op repressie. Ja. En als u zegt op vlak van repressie, met de bedoeling mensen een gevoel van veiligheid terug te geven? Natuurlijk, het is niet alleen een gevoel van veiligheid. De veiligheid moet ook effectief in onze stad terugkomen. Mensen moeten zich hier goed voelen. Dit moet een gezellige stad zijn. Dit moet een leefbare stad zijn. Dit moet een aangename stad zijn. Mensen moeten op een veilige manier de metro, het openbare vervoer, de treinen, de trams kunnen nemen. Dit is in het belang uiteraard van de Brusselaars, maar dit is uiteraard ook in het belang van de bezoeker van de stad, in het belang van de vele mensen die hier komen werken in Brussel. Wij moeten inderdaad dat gevoel van veiligheid effectief terug kunnen inzetten in Brussel. Ja, u woont in Ganshoorn, een van de 19 Brusselse gemeenten. Wat gaat u zeggen tegen uw buren die misschien een andere religie aanhangen, die misschien moslim zijn? Maar ik wil natuurlijk ook luisteren naar de mensen. Dat is ook de taak van de politicus, om te luisteren naar de mensen, wat er leeft bij de bevolking. Maar u vertegenwoordigt ook hen natuurlijk? Natuurlijk, ik vertegenwoordig inderdaad de Vlaamse Brusselaar, de mensen die vertegenwoordigd zijn. Ik vertegenwoordig de Brusselaar. Ik wil ook meeleven met hun. Ik wil inderdaad ook luisteren vooral naar iedereen, wat ook hun overtuiging is, wat hun mening is, wat hun religie is. Ik wil vooral ook luisteren en dan moeten er inderdaad wel gedacht worden aan maatregelen uiteraard. Ik vraag het omdat de voorzitter van de moslim-executieve, die de aanslagen veroordeelt, ook zegt van ja, moslims zijn even goed getroffen vandaag. Dat klopt inderdaad, moslims zijn ook slachtoffer. Het gaat hier eigenlijk over een verhaal van wij tegen zij. En het verhaal van wij tegen zij is... De vraag is, wie is wij? Wie zijn wij en wie zijn zij dan? Hè? Dat klopt inderdaad. Zij zijn diegenen die eigenlijk onze normen en waarden verwerpen. Daaronder beschouw ik iedereen die zij is. Wij zijn diegenen die onze normen en waarden, onze westerse normen en waarden aanvaarden. En dat heeft niks te maken van moslim en niet-moslim. Het gaat over mensen die andere ideeën hebben, verwerpelijke ideeën, die op de een of andere manier die ideeën hier willen introduceren. En daar moeten we uiteraard hand in hand tegen strijden. Ja. U had het over preventie. Is preventie dan ook vermijden dat mensen zich zodanig voelen dat ze vatbaar worden voor extremisme, dat ze daar ja, mogelijk zich toe gaan wenden?
Inderdaad, we moeten werken aan een soort van deradicaliseringsprogramma's op verschillende niveaus. Wij moeten ook het tegenverhaal durven te brengen. Er zijn mensen die beïnvloed worden door anderen, er zijn mensen die beïnvloed worden door het internet. Dan moet er een soort van tegenverhaal gebracht worden om aan te tonen dat wij hier bepaalde normen en waarden wensen gerespecteerd te zien. En iedereen het gevoel geven dat hij of zij welkom is? Iedereen het gevoel geven die hier woont, die onze normen en waarden respecteert, dat die inderdaad in onze Vlaamse samenleving hier ook in Brussel thuis horen. Ja. En wij moeten dan inderdaad ons afzetten van die extremistische ideeën. En dat moeten we proberen te brengen via onder andere het tegenverhaal te brengen. Ja. Veel solidariteit ook vandaag. Mensen die via de hashtag ik wil helpen laten weten van kijk, ik rijd vanavond naar Antwerpen, naar Gent, terug vanuit Brussel. Ik heb nog plaats in mijn wagen, ik kan iemand meenemen. Mensen die bloed geven, taxichauffeurs in Brussel die gratis rijden. Zo'n solidariteit, dat is natuurlijk wel een antwoord aan die extremisten van je krijgt ons niet klein of niet? Inderdaad, Brussel of onze samenleving gaat niet klein gekregen worden. Het is mooi dat inderdaad taxichauffeurs, het Rode Kruis, veel collega's ook hun collega's wensen te helpen. Ik stel dat ook vast hier in het Vlaams parlement. Ik ben daar straks eigenlijk zelfs even in de Wetstraat geweest. Ik stel vast dat mensen elkaar ook proberen te ondersteunen, troost geven aan elkaar. Dus dat is uitermate positief. Maar natuurlijk moeten we vaststellen wat er gebeurd is, dat dit echt wel dramatisch is voor een stad als Brussel. Ja, tot slot zijn we er over eens dat dit geen aanleiding mag zijn voor politieke spelletjes? Nee, dat is waar. Laat ons eerst afwachten wat de resultaten zijn van het onderzoek. Dit mag inderdaad geen aanleiding geven tot politieke spelletjes. Meneer Van Lauwe, bedankt voor uw gesprek. Dank u.